Nou, die is toch gekleurd? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatalok met Sander van Gaming SB. Welkom Sander. Hallo. Och, nee. Jij bent zo'n lastige jongen, hè? Nou, wat een disrespect hier. Maar wel terecht de disrespect. Nou. Oké, wacht, dit gaat net. Maar... Wat gebeurt er? Hoezo? Dat is toch... Dat kan ik toch overlopen, of niet dan? Hoezo? Nou, die is toch gekleurd? Ik snap deze gym niet. Hij wordt hier... You alright? Nee. Verre van zelfs. Ik had zelfs zo'n idee, ja. Oké, druppeltje 1. Het is niet druppeltje 1, maar dat maakt niet uit. Ik heb echt al heel veel druppeltjes gedaan. Wanneer leert Burmy iets? Dan weet ik of het moeite dan is. Ga ik zo kijken. Klein moment, even ietsje drukken. Of het moeite waard is om up te levelen. Burmy leert op level 10 leert hij tackle. Op level 15 leert hij Bug Bite. En op level 20 Hidden Power. Oké, dan gaan we maar beter Bunnelby trainen. Dat is iets positiever. Wat? Spewewa? Spewpa. Oh. Je kan niet eens lezen, die jongen. Spewpa, ja. Ik zei het gewoon anders. Hey, ik las het wel goed. Ik zei alleen spuwp. Spewewa. Jij zei spewewa. Oh. En dat okay, lijkt er maar... wel 0,0% op. Nou. Ja. Zo. Oké. Ik wil gewoon eventjes aan de 10 worden met Fletchy. Dan krijg ik pack, hè? Wanneer krijg je pack? Level 10? Ja. Krijg je pack, zeker. Ja, dat is mooi. En die is ook nog eens super effectief op Surskit. Dus ja, daar heb je al wat aan. Daarom wil ik hem ook. Omdat hij super effectief is op Bug-type Pokémon. En, weet je waar ik nu tegen moet? Bug-type Pokémon! Wow! Wanna Fist. Je bent helderziend. Klopt. Dat is een grapje. Wel alleen als ik mijn bril op heb, hoor. Anders zie ik niet zo helder. Nee? Sander, leef je nog? Nee, ik rijd door een tunnel. Oh, hij evolueert bijna. Mijn Hakuna Matata. Heb je één Pokémon Hakuna Matata genoemd? Oh, ik ben uit de tunnel trouwens. Nee, ik bedoelde gewoon mijn Hakuna. Oh, dat was wel een goeie. Wat? Waarom deed ik letterlijk 0 damage? What the fuck? Raakte je hem wel? Ja. Heftig. What the fuck? Ben ik gek of deed ik echt 0 damage? Hou je mond, man. Volgens mij kan 0 damage niet. Volgens mij doe je dan altijd 1 damage. Nou, dan deed ik 1, maar... Het zag er echt uit alsof er niks gebeurde, joh. Terwijl ik wel die animatie kreeg. Oh, Mokonai level 7. Quick attack. Welke aanval deed je dan? Tackle. Oh. Het was heel raar. Ik moet dit toch even terugkijken straks, want dit is zo raar. En anders kijk je er terug in de aflevering op Shine Sprite. Nee? Ja, maar daar heb ik geen geduld voor. Oh, sad. Jij verwacht dat ik zo geduldig ben? Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, dan... Eigenlijk verwacht ik dat. Ook niet zo goed. Hoe ga je uit deze gym? Terug naar de touw lopen. Daar ben ik. Ja, dan moet je iets naar voren lopen, zeg maar. Je moet zeg maar tegen de touw aan gaan staan. En die zit, zeg maar... Als je op het middelpunt bent, moet je naar voren lopen. En dan ben je bij de touw en dan moet je op A drukken.
Ik had er ook problemen mee namelijk net, dus ik snap waarom het lastig is. Oh ja, ik heb... Oké, ik zat echt heel erg confused te kijken, maar dat maakt allemaal niet uit. Want ik ga het zo proberen tegen de gymleader. Deze rollerskates zijn inderdaad wel chill. Ik heb inmiddels een AB-drill. En ik word genegeerd. Nee, dat je de roller... Weet je ook eens hoe dat voelt, Sander, hè? Bitch. Yo, ik word echt altijd genegeerd, dus ik wist sowieso al hoe dat voelt. Oké. Nou, niet altijd. Vooruit, Sander. Maar wel vaak. Echt. En toen was het stil. Heel awkward stilte. Ja. Weet je wat Gen 4 echt goed heeft gedaan? Sinds Gen 4 dat je kan rennen in gebouwen. Ja. Dat is echt zo chill. Oké, ik hoop echt dat ik geen Pokémon's ga verliezen. Tegen Viola. Nou, ik hoop het ook. Zij het Viola toch, volgens mij? Nou, ja, dat ik geen Pokémon's ga verliezen. Wat een haat. Nee. Het was een grabje. Een grabje. Hé, dat zeg ik ook altijd, een grabje. Oh. How to become me dan. Echt, hè? Ik zeg gewoon dat iets een grabje is. Oké, hoe gaan we deze Surskit verslaan? Ik hoop dat B-Drill een beetje damage doet. Oh, je kunt niet helemaal zonder een trainer te verslaan daar komen. Nee, klopt. Er is er eentje inderdaad op het eind. Die laatste. Charlotte. Die is sowieso niet de mol. Nee, klopt. Daar ben ik zeker van. Zo raar zijn als je daar niet zeker van was inmiddels. Nou, dat vond ik dus ook. Heb ik überhaupt wel? Oh ja, ik heb wel pech. Ik ben zo blij met mijn B-drill. Milan is vandaag zo vrolijk. Iedereen doet altijd hij van... Ik heb een B-drill. Iedereen zo doet vrolijk. Altijd zo van bug-Pokémon zijn altijd kut. Alleen low level zijn bug-Pokémon gewoon goed, hoor. Nou, kijk, weet je wat het is? In het begin zijn ze gewoon heel goed. Ja, dat zeg ik. Low level. Ja. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar late game zijn bug-Pokémon niet zo goed. En er zit een Mega B-drill in deze game, dus dat zou wel nice zijn. Oh. Misschien had Kuna dan toch iets meer moeten trainen. Ah, kan altijd nog. Je krijgt bijna XP share, dan doe je hem gewoon achter in je team en dan krijgt hij vanzelf XP. Ja. Een beetje toch. Hey, ik denk dat ik de gym heb verslagen. Ja. Bro, take it easy. Ik moet nog straks naar Pokécenter rennen. Omdat ik bijna dood ga met één Pokémon. Ik moet nog de gymleader verslaan. Ja, ik heb het geluk dat ik... jij hebt het geluk dat ik zo meteen een hele hoop Pokémon's mag vangen volgens mij. Als ik even uit mijn hoofd is dat, toch? Kijk, eigenlijk wil ik stiekem nog steeds voor die Pikachu gaan. Maar ik wil ook progressie maken. Ja, maar jij mag gewoon voor die Pikachu gaan, hè? Ja, I know, maar ik wil ook progressie maken. Ja, maar je mag ook gewoon voor de Pikachu gaan. Oké, misschien gewoon Wespje inzetten en dan... Doe ik zo van, hey Combi, leuk je te zien, maar ik ga weg. Doei! Ja. Gaan we even doen. Bidoof moet ik ook nog eigenlijk wel trainen, maar die is level 3, dus dat ga ik gewoon eerst nog even niet doen. Precies, slim. Dat komt later wel. Ik wil gewoon die experience share. Snap ik. Hoe lang duurt het in Gen 5 eigenlijk voordat je die experience share krijgt? Ik heb dus 6 afleveringen opgenomen en nog steeds niet, hè? Doe je Black and White 1 of 2? 1. Oh, bij 1 weet ik het niet zeker. Waarschijnlijk, als dat op dezelfde plek is, dan is het bij de derde gym. Bij Castalia City. Oh, dat duurt zo lang. Ja, niet zo lang als in Gen 1. Of Gen 1 is helemaal waardeloos. Maar... Wanneer krijg je hem in Gen 1? Gen 1, dan krijg je hem... Moet je 40 Pokémon's hebben, geloof ik, voordat je hem krijgt. En dat is bij de 5e gymstad daar. In Gen 2 moet je wachten totdat je Red Gyarados hebt gevangen of verslagen. Oh, dat is ook wel laat. Ja.
Nou nee. Jongens, ik ga het weer doen. Ik ga weer vechten met dat touwtje om naar boven te komen. Doe dat maar eens. Nee. Hij loopt ook alle kanten op. Jongen. Loop gewoon de kant op die ik wil dat je oploopt, jongen. Echt, jongen. Wat een case. Wee. Het loopt wel lekker smooth. Hey. Nee, zit ik aan tafel bij een of andere chick. Net te zeggen hoe smooth het loopt, ja. Zit ik ineens aan tafel bij iemand. Lijkt me heel awkward. Ja, precies. Maar dat is niet erg. Kan gebeuren. Zolang het maar 1,5 meter is. Sorry. Misschien is dat al helemaal niet meer nodig als je dit kijkt. Nou. Als je dit toevallig kijkt in 2030, dan is het misschien niet meer nodig. Ja. Maar voor die tijd sowieso wel. Precies. Jij bent goed in neurien, I guess. Wel grappig, op Serbi, bij de volgende route staat wel welke Pokémon je kan vangen in de bloembedden, maar niet in het gewone gras. Oh, er is ook geen gewoon gras, laat maar. Help. Ga tegen de gym leader. En zij, hoeveel level Pokémon had ze? Dat weet ik niet meer. Je hebt niks aan, ik weet het. Oh, dat is balen, maar ik vergeef het je. Dank je. Is dat duidelijk? Ja. Oké. Je vergeeft het me. Daar hou ik van. Hey, een Flabébé. Die ga ik vangen. Oh. Leuk. Ja, ik gun het je niet, maar... Wow. Hey, Ik zei het toch. Wat een hater. Oh, dat deed veel. Oké, in principe, het was een crit, dus in principe overleef ik dit. In principe wel. Oké, kick-attack, dat is nog beter. Ja, wat moet ik nu doen? Ik denk toch healen. Ondanks dat ik nog maar 3 potions heb. Ik had misschien eventjes naar de Pokémarkt moeten gaan, bedenk ik nu. Nou, dat had misschien wel een idee geweest, ja. Oké, hij doet quick-attack, dat is niet erg. Dat doet me 5 damage. Dan doe ik een pakje. En dan is hij of net niet dood. Of net wel. En dan hopen we op net niet. Nee, grapje. We hopen op net wel. Ik denk eventjes de kijkers wakker houden. Voordat ze in slaap vallen. Echt hè. Nou, je doet net alsof dit content is om in slaap mee te vallen. Nee, dat is het niet. Maar daar moet het nog niet gebeuren. Oké. Ik val zo vaak in slaap als ik content aan het kijken ben hoor. Dus... Ja, maar goede content niet. Nou. Ik kijk jouw video's ook heel vaak. En dan val je toch in slaap? Ja. Hoe durf. Nee, ik kijk jouw video's niet voor het slapen gaan, sorry. Oké. Ik kijk ze altijd als ik nog vers wakker ben, want ik wil natuurlijk niks missen. Kijk, zo mag ik het horen. Lekker. Zo mag ik het horen. Nou, dat is fijn. Dat mag. Maar wie zou dat bepalen dat je dat niet mag horen? Vermoeiend. Dat volg ik niet helemaal. Ik had zeg maar wel verwacht dat je dat mogen horen, maar... Je bent vermoeiend, Sander. Yep. Ook gewoon beamen. Ja. Ik mag niet liegen. Dat klopt. Wat? Infiltration? Ja, dat Infestation. Is een... Infestation, dat is een bug-aanval. Nog nooit van gehoord. Tjonge, ja. Oké. Dat is waarschijnlijk zo'n nieuwe aanval, jongen. Dat weet ik toch allemaal niet. Zo'n Sun and Moon, Sword and Shield move. Dat kan niet, want het is X en Y en die komt Dat wou ik net zeggen. Ja, dat...
Ik was je voor, dus je hebt geen bewijs. Knip ik er gewoon uit. Dan knip ik gewoon eerst mijn stukje en dan jouw stukje. Wel erg veel moeite. Ik zou het niet doen. Nee, dat ga ik ook niet doen. Yes! Zie, ik was eerst, dus ik kan het niet bewijzen. Oh nee, ik ben hem vergeten een naam te geven. Oh, nu mag je hem niet gebruiken. Dat zijn net ook regels. Wat? Ja, jammer man. Ja, Milan heeft verloren. Ik heb gewonnen. Hij gebruikt een Pokémon... Beetje jammer dit. Beetje jammer dit. Sander, het is geen competitie. Ja, kut. Zet feest. Level 13! Hey. Huts! Agility. Of zeg ik dat ook verkeerd? Agility of agility? Ja, het is agility. Je zei het goed. Ik ben trots op je. Wist je dat agility gemerkt wordt als een psychic move? Ja. Terwijl, ik vind dat meer een normal move, want... Ja, ik ook. Hard lopen en zo, dat vind ik toch gewoon best normaal eigenlijk. Nu denk je misschien iets anders. Je bent gek. Ja, dat denk ik altijd. Ja, nou, dat wil ik niks over zeggen. Dan wordt mijn advocaat boos, dus... Okay. Maar je hoort het wel in de rechtszaak. Okay. Oh, het gordijn gaat open. Hoe kom ik daar? Hoezo kan ik daar niet Oh. Tjong, weet niet eens hoe je om iemand heen moet lopen. Wat is dit? Nou, ik liep om haar heen, maar... Leugens. Nee, ik liep wel om haar heen. Leugens. Alleen, ik kan niet over een klein blokje heen stappen waar ik wel verwacht had kunnen stappen. Verwacht had dat ik daarover zou kunnen stappen. Wat een gauwhoer allemaal, Sander. Oké, sorry. Nee. Ik hou mijn kop wel. Nee, doe maar niet. Dat is beter voor de aflevering. Nee, dat is niet waar. Je kan beter wel wat zeggen. Dat is leuker. Sander? Press X to doubt. Gebeurt niks als ik X... Bidoeva. Jammer. Ik ga nu wel voor die dingen... Heb ik al een experience share? Nee, dat komt als je de route uit gaat lopen. Oeh, dan ga ik nog niet trainen. En... Ik neem aan... Het is misschien een hele domme vraag hoor, maar... Ja. Ik neem aan... Ja, dat dacht ik al. Nee, oké, dan weet ik dat. Nee, wat is je vraag? Nee, ik weet het nu al. Nee, ik wou zeggen... Ik neem aan dat als je een Pokémon vangt... Dat de experience share ook werkt. Ja. Dat was wel best wel een domme vraag, ja. Nou... Hey, Skitty. Daarom, toen jij ja zei... Toen ging ik ook weg. Dan dacht ik, het is goed zo. Mijn Pikachu, here I come. Als ik mag bewegen van de game. Nou mag dat gelukkig. Dat is lief. Nou, ze hebben me wel 5 minuten stil laten staan. Maar oké, als jij dat niet vond. Nou, oké. Ik zou jou eens 5 minuten tegenhouden. Zien of je het dan ook nog zo lief vindt, hè? Zo. Sander staat in de chat. Echt, hè? Zeker doen. Oh, wanneer word ik nou eens affiliate? Ik wil ook gewoon een Sander Salty man. Ja, maar Sander, dan moet je gewoon vaker live zijn. Ja, dat is wel waar. Ik ben een beetje lekker qua streamen de laatste tijd. Maar laatst, hè. Ik wou streamen, want ik had niks te doen. Maandagavond, hè. Ik denk echt, dat is zo'n tijd, dan wil iedereen streamen. En zo'n moeder. Gewoon. Ja, nou, dat klopt ook, want ik wilde streamen. Alleen, mijn... headset was die zondag daarvoor kapot gegaan. K.O. Dus, ja, dat was gewoon kut. En daarna kreeg ik mijn Switch en toen wilde ik gewoon ook switchen. Toen was het leven voorbij. Ja. En school. En Switch. Ja. En school. Harden! Net als... Nee. Ik wist wel meteen wat je bedoelde. Oh, Sander. Ik dacht, die grap is zo slecht. Dat laat ik hem niet afmaken. Gaat Milan erom lachen? Ja, nou, oké. Oké. Ik wou jou ook een keer het gevoel geven dat je grappig bent, Sander. Oh, dat verklaart een hele hoop. Jawel, hè? Nee, ja, dit doen anderen dus ook altijd. En dan denk ik van, hoezo vinden ze me grappig? Maar... Ja, nu snap ik Dan doen we gewoon net alsof. Maar Sander, één ding.
We zijn wel weer even ver allebei, want ik ben alleen nog maar Pokémon's aan het vangen in de nieuwe route. En verder ben ik nog eigenlijk niks verder. Ik moet wel zeggen, er zijn veel Pokémon's die we mogen gebruiken in deze game. Ik kan deze Dunsparce vangen, maar dat ga ik niet doen. Ik merk heel erg namelijk dat er verschil is aan de hoeveelheid Pokémon's per route die je kan vangen dan in andere games. Je hebt hier zoveel verschillende Pokémon's die je kan vangen. Nice. Alleen, ik wil hier nog zeker twee Pokémon's vangen die ik nog niet ben tegengekomen. Ja, ik wil hier zeker nog één Pokémon vangen. Pikachu? Ja, dan ben je in de route teruggegaan, neem ik aan. Ja. 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 Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Ik denk als ik heel hard Pikachu zeg, dan komt Pikachu wel. Maar nee hoor, nee. Tuurlijk niet, dat zou te makkelijk zijn. Dat klopt, ja. In Sword and Shield is het wel echt veel makkelijker om die 5% Pokémon te vinden, heb ik het gevoel. Ja, dat komt... Omdat je in de overworld ziet. Ja, en aangezien je dan... heen en weer lopen. En aangezien je dan drie Pokémon's tegelijk ziet, zeg maar, meestal in een bosje. Ja, dat zal het wel zijn. Dat weet je welke Pokémon ik ook verrassend snel had? Nee. Impidimp. Ja, ja. Ja. Ik had gewoon een eerste encounter die ik, zeg maar... in het gras, door in het gras rond te lopen, die ik daar had, dat was meteen een Impidimp. Okay. Ik dacht van, dit is toch een mythical Pokémon, toen bleek het geen mythical Pokémon te zijn. Nee. Dus ja, ik weet ook niet waarom ik dat dacht, maar... Je bent gewoon een malle jongen. Nee, ik dacht dat het een Pokémon was, maar ik weet niet waarom. Maar hij voelt wel heel speciaal of zo. Oké, ja, op een late, waar jij bijna bent, na de vierde gym, kom je in zo'n forest waar je ook Galarian Ponyta kan vangen. En daar kan je heel veel Impidimps tegenkomen. Oh, dus die forest waar je toen 24 uur naar hebt kunnen staren om alleen Ponyta te zien. Ja, die. Die. Ik denk dat je echt salty bent als het dat is. Ja. Als je dat 24 uur gevolgd hebt, jongen. Yep. Oh, dat zou toch zo kut zijn. Ik ben zo blij dat ik niet zo gek ben. Heb je al meteen super potions? What the fuck? What? Ik bedoel, het is geen geklaag hoor, maar... Het was meer van verbluffend. Ja. In Great Balls ook. Ga ik die één Great Ball? Die balls zijn ook heel great. Ja, net als mijn Great Balls. Ja. Hé, hey, dit hebben jullie aan jezelf te danken. Dat klopt. Inside joke. Ik ben echt weer blij dat we weer begonnen zijn aan Avatar ook opnemen. Ja, ik vind dat echt leuk. Nou. Quality time met Sander. Ja, beter dan opnemen met Paddy en een of andere Egglock. Ik moet zeggen, dat is ook leuk. Alleen we hebben nu zeg maar de eerste drie afleveringen opgenomen. En nu alweer een hele tijd niks. Omdat Paddy elke keer niet kan. Dus, die moet zeker roken. Sorry. Wel waar, nee. Snap je, want je burnt zich. Ja. Ja. Ik snap hem, Sander. Je hoeft hem niet nog een keer uit te leggen. Kun je dat de titel maken? Paddy moet roken of zo? Nou, ik zal zijn naam niet gebruiken, maar ik wil best de titel gebruiken. Hij moet zeker roken. Hij moet de hele tijd roken of zo. Moet je me wel weer eventjes berichten op Discord. Oeh, een Corvish van level 10. Oef, dit wordt dat spannend. Dat doe ik al na de aflevering eventjes. Hey, Pikachu, kom eens hier. Huh? Een Bidoof, dat is geen Pikachu. Wat nou als je Shiny Bidoof tegenkomt, ben je dan blij? Ik weet niet hoe die eruit ziet. Dus ik als hij goed uitziet, dan ja. Volgens mij is Bidoof Shiny echt een simpele Shiny. Volgens mij is hij een tintje lichter. Ik ga eens kijken. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar als hij alleen een tintje lichter is, dan is het nog... Ik vind hem wel oké. Ik vind hem wel oké. Azuril, die mag ik niet. Nee. Ja, nu nog wel, maar dan mag ik hem nooit even weer. Nee, dat klopt. Dat ga ik niet doen. Jij mag hem dubbel, zeker. Want het is en normal en fairy. Klopt. Dus jij mag hem nu als hij Azuril is, maar je mag hem ook later gebruiken als hij Fairy is. Ja, en het is ook een van mijn lievelings-Pokémon's, dus die zit al in mijn team, zeg maar. Maar je hebt hem ook Shiny dan? Of, Jazeker. Ja, niet in deze game, maar...
Nee, ja, dat bedoelde ik wel. Nee, helaas, Sander. Helaas. Nee, dat komt omdat ik wist dat je favoriete Pokémon en Shiny was. Weet je wat grappig is? Mijn Azure leert bubbel. Terwijl ik Watergun heb. Dan zou ik hem haast niet leren. Dat ga ik ook zeker niet doen. Als ik verstand zou hebben, zeg maar, zou ik hem niet leren. Maar ja, dan zou ik het dus wel doen. Ja. Grapje. Nee, dat is geen grapje. Wat? Jawel. Ja, ik weet zelf wel of iets een grapje is. Nou, doe nou niet zo gemeen tegen mij. Ik stop ermee. Oké, doei. Nee. Net al dat je het zo leuk vond, ik vind het ook leuk. Ik vind het zeker leuk. Nee, snap ik wel, als je me de hele tijd kan roosten, ja. Jongen. Ik kom alleen maar mannetjes kan die gewoon boos weglopen. Dat is waarschijnlijk helemaal niet meer relevant als dit. Nee, want dan is hij al lang gestopt als dit op YouTube komt. Dat denk ik niet. Dat denk ik maar ook niet. Op zich, waarschijnlijk dan is hij ook alweer ergens weggelopen, want hij loopt altijd overal weg. Ja. Al snapte ik het bij die Emma Wortelboer wel een beetje, maar... Ja, was dat zo? Want dat heb ik niet gezien. Want wat deed zij dan voor haar... Nou, ze zei het gewoon allemaal zo heel droog, zeg maar. Het was gewoon... Ze vroeg een best wel gevoelige vraag, alleen... Ja, als ik zeg... Wanneer was je de laatste keer verliefd? Dat was volgens mij de vraag. Als je dat zo zegt, dan denk je ook van... Ja, wat is dit nou? En je kon in haar toon een beetje horen dat ze... Waar alles een beetje sarcastisch was. Okay. Nou ja, dat klonk heel... Sarcastisch. Yes, yeah, haar. Ja, Pika? Het was een hartjes vorm, maar... Ja. Nice. Nu ben je wel blij zeker dat je Pikachu... Ja, zeker. Snap ik. Hoe noem je hem? Haar. Schokkend. Nee. Schokkend! Ja, wel. Ja. Nice. Of schokker. Taser is een hele vette naam. Ik kom elke keer alleen maar mannetjescombies tegen. Dat is een beetje jammer. Ja, ik ben wel een fan van... Oh, ik had echt zo'n geluk, hè. In Sun and Moon. Of Sword and Shield. Kan ook echt niks. Hoezo had maar, je... Ik had dus eerst een combi tegengekomen. De eerste die ik tegenkom, vrouwtje. Boom, nice. Gevangen. Oké, daarna... 5% kans, hè, op een Solendit. Te wild rondlopen. Ik kom een vrouwtje tegen. Nice. Toen veelde ik. Toen was ik heel salty. Toen dacht ik, ja, ik ga echt nooit meer een vrouwtje tegenkomen. Daarna kom ik hem nog een keer tegen. Nog een keer een vrouwtje. Ik was echt... Oh, dat was mooi. In extase. Wat? Oh, dat je in extase was. Dat je super blij was. Dat je hyped was. Ja, dat heb ik echt nog nooit iemand horen zeggen. Maar oké. Ja, mijn woordenschat is niet altijd even groot. Zegt de jongen die een HBO-opleiding doet. Toch, of niet? Ja, maar niet in Nederlands kunde. Nederlands kunde? Nee, dat merk ik. Dat was niet mijn allergoeiste vak. Deze was expres. I was better at doing... Nothing. Oh. Die English lesson. Of science. Yes, science was a very interesting event. Stop maar. Dus, deze ladyba ga ik toch niet gebruiken. Dus waarom zou ik hem vangen? Goeie vraag, Sander. Ik heb heel veel Pokémon's gevangen die ik toch niet ga gebruiken. Ja, ik heb Bidoof toch ook weer weggedaan. Want, kijk, weet je wat het is? Ik heb gewoon Squirtle. Nee, nou ja, je hebt een Froakie. Maar ja, die gaat echt wel een keer dood, hoor. Dus, nee? Alsof ik in deze aflevering 2 al een pitje verloren ben. Ja. Zo behandel je mij, hè? Echt, kan echt niet. Dus ook terecht? Nee, want het is niet gebeurd. Dat was een droom. Oh, oké. Okay. Morgen word je wakker en dan denk je... Oh, Sander vermoord een pitje. Ja, weet je, ik denk trouwens niet dat jouw Froakie ooit doodgaat. Want die zal volgende aflevering al level 61 zijn. Dus dan komt het wel goed. Ja, mijn Fennekin is gewoon hoger, hoor. Dus wat zit je nou te haten dan? Hoe hoog is jouw Froakie dan? 11.
Oh ja, die van mij is wel een stuk hoger. En mijn Fennekin is... Fletchling. Die is level 13. Mijn Fennekin is level 16. Hey, Tommy! Dat is mooi. En ja, misschien ga ik die wel vangen als het een vrouw... Nee, het is geen vrouwtje. Evalueer ik op level 16 of niet? Ja, Fennekin evalueert! In een Brixen. Ik vind die midden-evolutie van Froakie vind ik wel het minst van de hele line dan. Ja, oh, ik vind Frogadier best vet. Ik vind overigens Brixen wel echt de vetste van de drie die ik nu heb. Vetter dan Delphox. Oh, Brixen is die. Ja, nee, die is. Ik moest eventjes ervoor halen. Ik haalde ze eerst door elkaar. Toen dacht ik van, nee, maar wacht, volgens mij is dat de laatste. Maar Sander, die is wel het vetst, ja. Zit jij nu in een battle? Nu ben ik klaar. Ja? Nee, nog niet. Shit. Ik ga nog een level uppen. Growl, ja. Experience share, ja, leuk. Hartstikke mooi, ja. Wespje level 8. Huts. Ik ben klaar. Bedankt voor het kijken van Oké. Ja, dat snap ik wel. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal en op het kanaal van Sander. Die staat in de beschrijving. En zien we jullie heel graag bij aflevering 4 van de Avatarlog. Adios, amigos.